Hallo ah, iedereen, Pieter hier, oftewel oma op Bakkvist met vandaag nieuwe commentary. Vandaag is dag 8 van mijn nieuwe serie Aftellen tot Call of Duty Ghosts. En vandaag heb ik echt een heel erg vet onderwerp met jullie. Dit is persoonlijk mijn favoriete onderwerp om in de hele serie van Aftellen tot de nieuwe Call of Duty te doen. Ik ga het namelijk vandaag met jullie hebben over de nieuwe killstreaks in Call of Duty Ghosts. Allereerst even een huishoudelijke mededeling. De killstreak setup is gewoon weer exact hetzelfde als in Modern Warfare 3. In de zin dat je drie, drie dingen hebt waar je uit kan kiezen. Je hebt nog steeds Specialist. Daar ga ik weinig over uitleggen. Want dat is eigenlijk praktisch exact hetzelfde als dat dit een Modern Warfare 3 is. Je kan gewoon drie perks kiezen. En bij, acht, uh, en bij de acht kills unlock je ze allemaal. En dan ben je echt een gek monster. Specialist is er dus gewoon weer. Daar ben ik persoonlijk echt heel erg blij mee. Daar kan ik echt. Uh, dat kan ik echt serieus niet genoeg benadrukken. Hoe blij dat mij maakt. En ik, uh, ik hoop dat jullie daar ook zo over denken. In ieder geval, dat is de Specialist. Je hebt ook nog Support. En je hebt ook nog gewoon de standaard Assault. Assault is naar mijn mening deze Call of Duty echt heel erg vet. En dan ga ik denk ik ook als eerste, als eerste gebruiken. Ik bedoel, ik heb, als, ik, als ik zo graag Specialist wil spelen, kan ik nu ook wel even M3 gaan spelen. Maar als ik de nieuwe Assault Killstreaks wil gaan doen. Daarvoor wil ik Call of Duty Ghosts hebben, dus dat is ook wat ik de eerste paar dagen denk ik ga spelen. Zonder verder treuzelen, dit zijn de killstreaks. Als drie kills, het is nog steeds met kills, dus niet meer met dat gekke point system van Black Ops 2. Dus dat, uh, dat maakt me ook wel blij. Ik vond het point systeem een beetje, een beetje vreemd. Weet je? je kreeg zoveel voor assist en dat vond ik allemaal een beetje, een beetje weghalen bij het hele doel ervan. Nou ja, in ieder geval, hier ging ik trouwens dood, want ik faalde. Ik liep tegen de deur aan, terwijl ik dacht dat ik naar binnen liep. Maar ik zat er, uh, je kan het heel mooi zien in de killcam, ik, uh, <laughs> ik zat helemaal fout. Maar ja, 3 kills is dus eigenlijk een setcom. Het is eigenlijk, je kan zeggen dat het exact hetzelfde is als een UAV. Het heeft wel de UAV vervangen, dat is zeker. Je hebt geen UAV meer. En wat dit ding eigenlijk doet, is dat je hem, in tegenstelling tot een normale UAV, zet je dit ding op de grond neer en... Een UAV heeft ook als voordeel dat hij zeg maar de hele map afscant En nou scant dit ding alleen maar een bepaald gebiedje af. En wat dat in dat gebiedje doet is ook nog dat het... Uh, dat gebiedje is trouwens heel groot, dus daar moet je je niet in vergissen. Maar wat het zeg maar in dit gebiedje doet is dat hij elke enemy die jouw team zien, die weergeeft die op je minimap voor je. Dus dat is heel erg handig. Als je in een team zit, kan dat echt, uh, kan dat echt een groot verschil gaan, uh, gaan betekenen. Bij de vier kills heb je mijn, uh, mijn favoriet. Heb je de IMS. Exact hetzelfde als uit Mono 3. Gewoon een ding waar als je in de buurt komt dat dat je gewoon opblaast. En dan moet je dus goed voor oppassen. Ik weet vrij zeker dat daar op het begin veel mensen in gaan trappen. Dus uh, mocht je jezelf gekillt zien worden door iets wat op de grond staat, denk dan van. Ah, Pieter had nog gezegd dat ik daarvoor moest opletten. Maar ja, let er dus voorop. Hij heeft maar vier kogels die hij kan afschieten. Dus als je hem vier keer hoort afgaan, kan je in ieder geval veilig. Uh, Veilig oversteken. En je kan hem redelijk makkelijk doden. Omdat hij zo weinig kills uh, uh, je vergt om, uh, om hem te krijgen. Dus heel erg vette killstreak. Vier kills. IMS. Gewoon weer terug. Ik ben echt, echt heel erg blij. In Mono 3 was het een vijf kill streak. Maar ik verkoos hem eigenlijk bijna altijd boven de Predator. Omdat het gewoon zo briljant was om, uh, <laughs> om kills met dat ding te krijgen. En ik weet, uh, ik weet vrij zeker dat dat in Ghost ook alweer hetzelfde zal zijn. Vervolgens heb je Guard Dog. Guard Dog is eigenlijk een beetje hetzelfde als een. Um, als een AE6 Overwatch, zo kan je dat denk ik wel zeggen. De AE6 Overwatch had echter als nadeel in Modern Warfare 3 dat die positie heel erg verraden. En dit ding doet dat misschien ook, dat is nog niet zeker. Ik weet niet of die hond gaat blaffen, terwijl je gewoon helemaal nergens in de buurt van bent. Dus dat is nog even afwachten. Maar wat hij wel doet, is dat hij blaft als er een enemy bij je in de buurt komt. Dus dat werkt goed tegen flankers. Dus um, stel, je hebt het vermoeden dat er iemand achter je komt en je hebt een guard dog... Dan doe je gewoon even je guard dog in. En je guard dog, die, die waarschuwt je dan wel lekker als er een enemy in de buurt komt. Vervolgens kan hij ook enemies killen. Het is een beetje waardeloos. Ik heb er zelf mee gespeeld met deze killstreaks. Op, de, um, op, de, op First Look. En ik vond, persoonlijk, vond ik hem niet heel erg goed. Het uh, was eigenlijk voornamelijk een beetje uh, dat ik hem niet zo goed vond. Is Ten eerste omdat ik niet wist dat hij ging blaffen als er enemies in de buurt waren. Want bij mij liep hij non-stop te blaffen. Maar. Uh, wat ik ook meemaakte met dit ding is dat ik eigenlijk telkens al de kill gemaakt had voordat mijn uh, hond erop afging. Wat wel een groot voordeel is van het ding, is dat hij uh, ook als je bent gedood, dat hij dan zeg maar, op de kerel gaat afrennen die jou heeft gedood. Dus ik denk dat daar uh, een heleboel uh, Moabstreaks streaks of Chem-streaks, zoals ze nu heten, dat die daaraan gaan, uh, gaan sneuvelen. Maar ja, vervolgens heb je Sentry Gun, gewoon exact hetzelfde als in elke Call of Duty hiervoor. En daarna heb je een hele lastige. Dit is Trinity Rocket, beide 7 kills. Sentry Gun is ook 7 kills trouwens, dus dat is wel wat verhoogd. Dus die zal ook wel goed zijn. Maar een Trinity Rocket, niemand weet wat dat ding is. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het een beetje een... Um, een Valkyrie-achtige rocket is van, uh, van Black Ops 1. Mocht je niet weten wat dat ding is, zoek hem even op. Ik zit krap in mijn tijd, dus ik moet even er snel doorheen. Maar het is eigenlijk gewoon een ding wat je kan afschieten. En dan, uh, dan schiet je het dus af. En dan kan je het besturen... Het verschil met de Predator Missile is, is dat een Predator Missile vanaf boven komt. En dat uh, een Valkyrie en dus misschien ook de Trinity Rocket, dat je die dus van de grond afschiet. En dan uh, naar de andere kant van de map toe vliegt en hem daar in de grond boort om een enemy te killen. Eventueel dus. De volgende is wel echt een hele vette killstreak. Het is de Gryphon. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Gryphon, Gryphon, ik zou het niet weten. Gryphon doet me denken aan, aan de familie. Peter Gryphon, Stewie Gryphon van uh, Family Guy. Maar dat is, uh, <laughs> is een heel ander onderwerp. Ik noem hem daarom dus de Gryphon, maar mocht je fan zijn van Family Guy, dan kan je de Gryphon noemen. In ieder geval, het is eigenlijk hetzelfde als een Dragonfire. Het verschil hiermee is dat je mensen door muren heen kan zien. Natuurlijk als je waarschijnlijk iets van Assassin of Blind Eye als perk hebt, dat je dan... Uh, dat dat ding je dan weer niet kan zien, dus dat zal wel uh, goed uitgebalanceerd worden. En hij kan ook explosieven afvuren, dus dat is ook wel een voordeel. En Ik, uh, ik ben eigenlijk best wel nieuwsgierig om te zien hoe dit ding, uh, ding gebruikt gaat worden... Gryphon is voor 8 kills. Vervolgens hebben we bij de 9 kills de Vulture. De Vulture is eigenlijk een beetje hetzelfde als een Dragonfire in de zin van dat het enemies killt. Maar het verschil tussen de Dragonfire en de Vulture is, is dat de Vulture zeg maar door de computer bestuurd wordt. En dat jij zelf de Gryphon moet besturen. Dus, mocht je lui zijn zoals mij, dan ga je waarschijnlijk de Vulture gebruiken. En mocht je het leuk vinden om met zo'n dingetje rond te vliegen, dan is de, de Dragonfire, of in dit geval de Gryphon, is, dus, um, is waarschijnlijk iets meer voor jou. Maar ja, vervolgens heb je natuurlijk gewoon weer de standaard helikopter. Waarom zou er ook gewoon een keertje geen Call of Duty voorbij gaan zonder dat ze een Attack Helikopter erin hebben gedaan? En al helemaal een Call of Duty die door Infinity Ward gemaakt is. Dit keer is hij wel voor de 9 kills, dus um, ja, zijn hem denk ik wel iets gepatcht. Of dit heel erg gepatcht gaat worden bij de 9 kills, dat weet ik nog niet. Maar het is in ieder geval zaak. Hij is weer terug, de attack helikopter. Vervolgens heb je bij de 9 kills een juggernaut maniac. En bij de 10 kills een gewone juggernaut. Het verschil hier tussen is dat een juggernaut maniac eigenlijk alleen maar iemand is met een mes. Dus dat wordt gewoon uit de lucht gedropt. Dan kan je hem oppakken. En wat je dan hebt is dat je um, een juggernaut hebt met alleen een mes. Wat wel hier het verschil bij is, en met die andere juggernaut, is dat deze juggernaut uh, niet kan regeneraten. Dus degene van 9 kills, dan kan je niet meer tot leven komen als je al helemaal een beetje rood bent. En dat is wel iets wat, um, wat, wat denk ik, uh, heel erg overpowered of underpowered gaat zijn. Ik denk namelijk dat de juggernaut van 10 kills alles gaat domineren en dat iedereen dat ding gaat gebruiken. De juggernaut van 10 kills is gewoon dat het. Um, is gewoon een juggernaut die eigenlijk iedereen kan gebruiken, die op de grond wordt gegooid en waar. Uh, Waar men een, uh, een, uh, een hele goede killstreak heeft voor een hele lage score. Namelijk, met dit ding ben je praktisch onkillbaar. Tenzij je ineens een heel team op je krijgt. Of een, uh, of een AT-4 op je smoel. Een uh, rocket. Of weet ik het, welke andere rocket je ook mag hebben in dit spel. Dan moeten we nog gaan beginnen aan de rockets. Tenzij dat gebeurt ben je eigenlijk unkillable. En je hebt dan ook nog eens gewoon een machinegeweer. Dus je bent echt, uh, echt heel erg sterk. Vervolgens heb je een beetje mysterie-perks. Uh, mysterie of mysterie-killstreaks moet ik eigenlijk zeggen. Bij de 12 kills is niet zo'n mysterie. Dat is gewoon eigenlijk de Chopper Gunner uit Modern Warfare 2. Voor degenen die geen Modern Warfare 2 en geen Modern Warfare 3 hebben gespeeld, kan je dat ding denk ik het beste vergelijken met een. Uh, uit Modern Warfare 3 een Osprey Gunner. En uit Black Ops 2 een, um, een Vital Gunship. Ik weet niet of je dit ding zelf kan besturen. Ik weet dat je een beetje invloed kon hebben op hoe de Vital Gunship nou weer vloog. Dat hij even wat langer op een bepaalde plek bleef hangen. En iets minder lang op een andere plek. En dat je zo een beetje meer kills kon krijgen. Ik weet niet of dat met dit ding ook kan. Wat wel waar zal zijn, is dat hij omdat hij 12 kills nodig heeft. Dat hij wel echt, echt heel erg sterk zal zijn. Als laatste heb je een hele. heb je eigenlijk een hele vreemde kill. Hier is nog heel weinig over bekend. Behalve dat hij hier is. Hij is bij de 15 kills en dit zorgt ervoor dat um, de kerel die hem haalt. Dit is persoonlijk ook de killstreak die ik zelf ga gebruiken, denk ik, maar dat weet ik nog niet zeker. Maar ja, in ieder geval: de kerel die deze killstreak haalt, let op mijn woorden, die kan of een care package laten droppen, of een juggernaut laten droppen, en, um, of een small rod of een large rod. Een small rod en een large rod ben ik nog niet compleet achter wat het is. Rod betekent namelijk gewoon staaf, dus je hebt dan gewoon een grote staaf en een kleine staaf. Mochten jullie enig idee hebben wat dat is, dan zou ik dat graag willen weten en die andere dingen Die dropt hij allemaal ook. Hij dropt ze dus alle vier. Ik weet dat ik net geloof ik allemaal off zijn, maar het is. Um het, het is zeg maar dat hij ze allemaal dropt. Anders zou het natuurlijk een beetje underpowered zijn als hij alleen een care package zou droppen. Want dan zou, uh, dan zou je eigenlijk gewoon beter een care package kunnen kiezen. En het verschil tussen een care package en een juggernaut is, uh, is heel erg groot. Het bijzondere aan dit ding is dat ik niet weet of je nou bijvoorbeeld... Uh, of je zelf kan kiezen waar de dingen worden gedropt. Dat is iets heel, uh, iets heel belangrijks. Of ze allemaal op dezelfde plek worden gedropt. Dat is ook een heel groot verschil. Ik kan me zo voorstellen dat je bijvoorbeeld... Uh, een, een juggernaut iets meer in je team wil laten droppen, of iets meer in jouw basis wil laten droppen, dan bijvoorbeeld een, een care package. En dat je de care package een beetje als een, als een soort van buffer kan gebruiken. Dat de enemies toch altijd als eerste gaan capturen wat er dichterbij ligt. En dat je zo een beetje je juggernaut kan gaan beschermen. Maar ja, dat waren de killstreaks. Ik ga morgen de support killstreaks met jullie behandelen. Het is vandaag een beetje te veel, ondanks dat het een lange, een lange gameplay was. Zijn er gewoon echt een heleboel killstreaks. En er is gewoon echt zoveel over te vertellen. En ik hoop dat, uh, dat jullie dat ook leuk gaan vinden. Ik zou zeggen, hebben jullie ervan genoten? Geef hem een duimpje omhoog. Geef hem ook een duimpje omhoog. Als je morgen weer een nieuwe video wil zien met de streaks En uh, ja, jongens, ik zou zeggen, tot morgen bij de volgende aflevering. Van aftellen tot Call of Duty Ghosts. Later, gasten.